Elke week kruipen wij in het hoofd van een kunstenaar die zijn of haar unieke blik loslaat op de wereld om ons heen. En vandaag is de beurt aan viervoudig Gouden Kalfwinnaar, actrice Monique Hendricks. Die iedereen natuurlijk kent als Carmen, de keiharde maffiabaas uit de serie en film Penosa. Hoi Monique. Hoi. Ben je al bijgekomen? Ja, mooi. Ja, prachtig. Heel mooi. Ja. Wat is jou opgevallen? Wat ga je ons laten zien? Nou, ik wilde vroeger onderwatercameravrouw worden, omdat ik dat een magische wereld vond. Maar ik vrees dat ik daar toch iets te bang voor ben. Iemand die daar niet bang voor is, is Ocean Ramsay. Oké. Okay. Zij zwemt met haaien. Ja. En ze doet dat op een manier alsof het haar natuurlijke habitat is. Ze lijkt daar meer thuis te zijn dan op het land. Want op het land, ze is maritiem bioloog, dus ze weet alles. Ze probeert die haai te redden. Deze enge haai, hè? Ja, maar hij is wel broodnodig voor ons ecosysteem natuurlijk. En wij maken er meer dood dan de haaien ons dood maken. Dus het is een mooie missie die ze heeft, maar ze doet dat met een gezicht wat zich een beetje lijkt aan te passen aan die haai. Dus heel stoïcijns en onderkoeld bijna. En bijna als een Barbiepop. Ze is ook model. Misschien dat ze daarom ook, ik weet niet zeker, gebotoxed is. Doet het er ook niet toe. Ja. Maar dit is echte emotie, ja, die boosheid, die voel ik niet door dat perfecte plaatje heen. Dus op het land is ze wat minder leesbaar voor mij. En dat fascineert mij als actrice, hoe je lichaamstaal en dan vooral in het gezicht, omdat daar de meeste emotie zit, ja, wordt natuurlijk steeds lastiger in een digitale wereld. En ook in de realiteit. Nou, en waar heel veel botox gebruikt ook, wordt. Ook dat, maar ook omdat we steeds meer van schermen en met schermen gaan leven. Ja, en, ja. En ook fake mm-hmm, en niet. En mm-hmm, ook in de realiteit hebben mensen natuurlijk heel veel maskers. En als actrice wil ik dan toch die echte emotie, als er al iets is als ware emotie. Want het is natuurlijk heel onbetrouwbaar en grillig, emotie. Ja, ja. Maar ik ben toch op zoek naar die echte emotie. En bij politici bijvoorbeeld, mensen zoals Trump, of is het al helemaal moeilijk. Want die hebben één grote, die moeten de leider zijn. Die sterk. Ik zie dan kaken, ik zie. Sommige mensen hebben hun mimiek natuurlijk ook niet helemaal Wat zie jij bij Trump? Ik vind hem heel moeilijk leesbaar wat hij nou echt meemaakt. Mm. En of hij de waarheid vertelt. Ja, of wel. Ja. Meestal. Maar die mimiek, niet, die fascineert jou natuurlijk als actrice. Ja, zeker. Oh. En daar ben ik zelf ook mee bezig natuurlijk. Als Carmen heb ik ook dat coole gangstermoeder. Probeer ik weinig te bewegen, zinnen af te maken. Nee, want alleen hier, te bewegen als Monique, dit is niet Monique meer, dit nee, is Carmen. Dit is dat. Ja, dat gangstermasker. Maar ik probeer daar natuurlijk wel scheurtjes in te maken, omdat ik wil dat die echte emotie of die kwetsbaarheid daartussendoor komt. Omdat ik denk dat we die niet. Ja, dat is wel wat je wil. Je wil die emotie wel dat die. Je wil raken. Ja, dat die. Dat maar leg echt mij eens is uit hoe jij dit doet. Want hoe speel jij hier dan Carmen? Dan probeer ik die bewegingen te beheersen. Te kiezen heel duidelijk, zinnen af te maken, duidelijk, helder, cool, onderkoeld te zijn. Onderkoeld. Ja. Jij wil het praten en ik ga helemaal mee. Oké, onderkoeld. Stil blijf zitten. Ja. En iemand die dat heel mooi doet, vind ik, een andere, eigenlijk een echte superheld voor mij, is Kate Tempest. En zij is een Engelse dichteres, hip-hopster. Ja. En als je het hebt over echte, ware emotie, dan, ja, dan vind ik dit echt heel ontroerend. Dit is een nummer over. Oh, kunnen we nog een klein stukje van het nummer laten horen dan? People's Faces. Ja. Omdat het zo mooi is om naar gezichten te kijken en die te lezen. Dus we moeten dat nooit. We moeten eigenlijk, zoals je Ocean zegt, we moeten iets dieper duiken om daarnaar te zoeken. Bij die echtheid. Ja, ja. Ja, omdat en Kate Tempest is echt voor jou een voorbeeld die dat zo rauw absoluut overbrengt. Dat raakt mij, ja. Komt het eigenlijk toch weer terug bij ons eerste gesprek, hè? Echtheid. Ja, daar heb ik het niet om gedaan. Nee. Maar het lijkt bijna dat zo. Dat is voor jou. Ja. Heel erg bedankt, Monique. Oké, graag gedaan.